Hallo en welkom op weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Leroy en vandaag zijn we bij de laatste vakantiedag in Blackpool. We hebben net ontbeten, we hebben uitgecheckt, we hebben de koffers ingepakt. Liggen allemaal weer in de auto en we zijn net vanuit het stadion weg aan het lopen. Voor de laatste activiteit hier in Blackpool. En dat is de Blackpool Tower Dungeons, zoals Chris al zei. Dus we zijn nu ondertussen richting de pier aan het lopen, want daar zitten de dungeons. Dan gaan we de dungeons in. Ik heb gehoord dat dit een van de betere is. Is ook weer een vrij lange. De groepen zijn hier relatief klein in vergelijking met Londen onder andere. We hebben het eerste tijdsblok ook gelijk. Dus we zijn denk ik ook vrij snel erdoor qua grootte van de groep. Want ik verwacht dat wij een heel klein groepje hebben. Omdat we het eerste tijdslot hebben. En s'avonds is het over het algemeen drukker. Voor de rest gaan we daarna richting het volgende vakantieadres rijden. Richting het volgende, ja, dit keer geen hotel, maar een huisje. Dat is een huisje in de buurt van York. Dan hebben we daar de dag daarna lekker de laatste pretpark alweer. Flamingoland. Dus het einde van de vakantie begint ondertussen toch echt een beetje in zicht te komen. En voor nu gaan wij, dus zoals ik al zei, richting de London Dungeon. Of niet de London Dungeon, de Blackpool Tower Dungeon. En als we eruit zijn, zal ik jullie er wel weer bij pakken. Zo, inmiddels zijn we weer een stukje verder. We staan inmiddels voor de dungeons. Er staat hier een hele lijst met de scènes die we allemaal doorgaan. Hier, daar. Daar staat dus ook een klein beetje op wat wij kunnen verwachten, wat de scènes een beetje zijn. Aan de hand daarvan denk ik dat ik nog even een audio stukje ga doen met wat er nou eigenlijk allemaal te doen is en wat je kunt verwachten. Ik zal waarschijnlijk nog wat foto's ergens vandaan halen die ik eronder ga zetten. Maar dat zal een klein beetje de scènes echt goed gaan uitleggen, want nu heb ik ook een lijstje van deze specifieke dungeons. Waar ik dus iets meer uitleg aan kan geven. Dus dat zal ik waarschijnlijk na de tijd nog even ergens doen. Misschien zelfs nog in het hotel als we vanavond over zijn. Maar wij gaan nu in ieder geval de dungeon in. En ik denk dat dit een vrij lange is, wat ik begreep. Dus we zijn ook meer dan een uur waarschijnlijk binnen. Dus wij gaan snel er binnen in en ik zie jullie na de tijd weer. Zo, we hebben ondertussen de dungeons weer gehad. Ik heb daarna de camera niet weer gepakt. Want we zijn gelijk gaan rijden. We zijn ondertussen net aangekomen in het volgende slaapadres, om maar even zo te noemen. Hier hebben we echt gewoon een compleet huis voor ons beschikking. Het is wel allemaal wat oudbolliger, maar we hebben wel verschrikkelijk veel ruimte. En hier in de omgeving van Flamingoland bij York is gewoon niet zo heel veel keus als het gaat om hotels en dergelijke. We hebben gelukkig wel wat weer te vinden. En dat is gelijk ook vrij royaal. We konden er vanaf drie uur in. Het is ondertussen drie uur. Dus we hadden een perfecte timing wat dat betreft. De auto staat hier lekker voor de deur geparkeerd. Je kunt hier langs de straat parkeren. Het is echt een plaatselijk dorpje. Eigenlijk meer. Het is, ja, ik weet eigenlijk niet eens of het een stad is. Het is allemaal niet heel bijzonder wat hier in de omgeving is. En het geeft ook niet, want we komen uiteindelijk voor Flamingoland en voor de York Dungeons. Dus morgen gaan we gelijk door richting de richting Flamingoland. En overmorgen gaan we dan het laatste dungeon doen. En gelijk ook terug naar het volgende hotel om weer terug te gaan met de boot 's ochtends vroeg. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het er voor nu uitziet. Ik zal wel nog even het huis laten zien wat we ter beschikking hebben. Zoals ik zei, het is wat oudbolliger. Maar we zijn lang blij dat we fatsoenlijk de ruimte hebben. En dat we lekkere schaan hier kunnen doen. Dus ik zal nog even wat laten zien. Nou, daar zit onder andere de voordeur. Dan heb je een klein halletje waar onder andere al de eerste tas staat. En dan kom je hier in deze woonkamer uit. Zoals ik al zei, het is wat oudbolliger. We hebben een tv, we hebben een haard. We hebben bank 1, bank 2. En een serre met gewoon een voortuin. Dus we hebben hier echt gewoon een woonhuis. Vervolgens hebben al wat mensen de keuken geplunderd volgens mij. Ja, buttrapt. Wat? Ik denk niet. Er is een wasmachine, er is een oven. Voor alle gemakken voorzien. Er is een koelkast. We hebben een koelkast, dus we kunnen bier halen. We hebben
Ja, dat soort barretje, eethoek. En vervolgens hebben we hier nog een serre, waar ook nog een eethoek zit, waar nog een bank zit. Het is hier vrij licht, want er zit een soort lichtkoepel op. We hebben nog een stuk buiten, rondom eigenlijk een klein beetje. We kunnen nog buiten zitten, mochten we het willen. En nu komt het, denk ik. Gaat u maar kijken. We hebben nog meer. Dit hoekje weet ik nog niet eens. Kijk, we hebben een gamekamer, kun je het eigenlijk wel noemen. Ja. Dit is een Xbox, we zagen al wat samen over Xbox, nu hebben we hem ook gevonden. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we nog wel wat games doen, neem ik aan. Ja. Dus ook hier een tv, het is wat moeilijk te zien, maar er staan hier wat stoelen. Een beetje zitkussens eigenlijk is het meer, in dat zwarte gat. Kijk, nu zien we het wel. Zoals ik al zei, hier hebben we twee zitkussens. Luchtkussens zijn het eigenlijk meer, zoals ik zie. En Xbox, soundbar, camera voor de Xbox waarschijnlijk. Ja. We kunnen nog een film kijken, want er zijn nog, is nog iets van een DVD spelen. Blu-rays. No. En daar staan nog wat films volgens mij, en spellen met name. Ja. En film volgens mij ook nog. Een beste stapel. Dus zoals ik zei, dit is de tv. We hebben ondertussen wifi, die router zie ik nu ook ineens staan. Dus dat was de benedenverdieping. Ja, ik kon er in achteruit. Dan kunnen we vervolgens nog naar de slaapkamers toe. Ik heb de badkamer nog niet gevonden. Maar daar hebben we in ieder geval nog een koelkast. Dus hier beneden is soort zien geen wc. Maar dat geeft niet, want boven hebben we ruimte genoeg. Ja, er staat een tas voor de trap. Dan kunnen we vervolgens lekker naar boven toe. Gaan we gelijk een heel huis toe doen. Dan hebben we hier slaapkamer 1 met twee eenpersoonsbedden en nog een hele kast met een stofzuiger zo te zien. Dan steken we recht over. Dan hebben we de douche, wasbak voor het raam, ja, geen spiegel, want die is hier. Hoi. En we hebben gelijk ook een bad met nog een aparte douche. Dus ja, dat hebben we nog. En natuurlijk hebben we nog een extra bed nodig. En dat is deze tweepersoonsbed. Die hebben we dan nog voor ons beschikking. Dus dat is eigenlijk een klein beetje een huistoer. Ja. Dus dat is een klein beetje wat we hier hebben en waar wij het mee gaan doen. Vervolgens heb ik nog de dungeons niet echt besproken. Terwijl ik met de microfoon speel. Dus de dungeons ga ik zometeen nog even wat meer behandelen. Want dan wil ik toch iets meer op de diepte ingaan. Want hier kan ik dat volgens mij ook wat beter. Omdat ik hier wat meer informatie heb. En ik heb een klein beetje nu ervaring met de rest van de dungeons. We gaan, zoals ik al zei, nog een dungeon doen. Dus we zijn nog niet klaar met de dungeons. Maar voor nu gaan wij eerst even uitpakken. Even zitten. Waarschijnlijk zometeen nog wat eten en dan pak ik daarna nog even de camera weer terug. Om dus de dungeons nog even uitgebreid te behandelen. Dus weet dat er zometeen nog inmiddels ben ik aangekomen weer terug in het huisje. Zoals ik al zei, ik zou nog even iets meer uit gaan lichten over de dungeons van Blackpool. Ik heb een klein shot gemaakt van de uitgang. Want daar hing een bord met eigenlijk het complete plattegrond erop. Die hier in deze dungeons geldt. Dus daarvan kan ik dus nog even mooi vertellen wat je nou eigenlijk kunt verwachten. Want eigenlijk iedere dungeon begint bij een soort joker-achtig persoon. Die vertelt je de regels die er gelden in de dungeons. Die leiden je een klein beetje in het verhaal wat je doorgaat. Maar bij deze hadden ze dat op een iets andere manier gedaan. Want dat was heel veel met vooropgenomen audioberichten gedaan. Het was wel als nadeel zo dat als je later in de groep kwam in die ruimte, dat je al een klein beetje van het verhaal miste. Want werd iedere keer een klein stukje verteld om het tijd op te vullen. En daarna kwam uiteindelijk alsnog de
de clown eigenlijk, om maar even zo te zeggen, die kwam dan vervolgens nog het laatste stukje van het verhaal uitleggen. Vanuit daar ging je dus in de lift en ging je uiteindelijk volgens mij een verdieping omhoog, als ik het goed heb. En daar belandde je uiteindelijk in de eerste scène. Dat was eigenlijk een soort, soort kerkenachtig iets waar een beetje zo'n geestachtige verschijning, een soort beeld met binnenin een masker wat projecteerde, werd het verhaal nog iets meer uitgelicht. Was op zich niet een heel uitgebreide scène. Vandaaruit ging je uiteindelijk naar de volgende scène toe. Die hebben we in meer dungeons ondertussen gezien. Dat is eigenlijk de scène met de dokter. Uiteindelijk blijkt dus dat de dokter daar op tafel ligt en die heeft al een doek overheen met dat de boskast al open ligt en er is dus een soort hulpje die houdt ervan om alles uit je te trekken, om maar even zo te noemen. Dus die gaat met die dokter aan de haal in een beetje dokterskleding en die haalt volgens de darmen eruit en het hart eruit wat nog klopt, de blaas eruit en die blijkt er nog vol te zitten, dus er wordt even over de mensen heen gesproeid. Is in principe gewoon water. Daar heb je nog een klein stukje bij dat uiteindelijk ook één persoon uit de groep wordt gehaald. Die moet op een stoel gaan zitten, daar gaat het gordijntje dicht. En die wordt dan in principe nog mishandeld of eigenlijk knock-out geslagen, om maar even zo te zeggen. Daarmee dus ook vervolgens helemaal leeggehaald, moet het eigenlijk verhaal voorstellen. Het is altijd een vrouw die daar aan de beurt is, want de opnames die qua geluiden daarvoor zijn gemaakt, is van een vrouw. Dus daar kun je weinig anders mee doen. Vanuit die scène ga je door in de volgende scène. Dan kom je in de martelscène. En daar is eigenlijk ook bij de meeste dungeons hetzelfde. Er wordt een persoon in de kooi gezet. In dit geval werd er eigenlijk heel weinig meer gedaan. Bij sommige scènes gebeurt er nog, of bij sommige dungeons gebeurt er nog iets in die kooi. Maar bij deze gebeurde daar dus eigenlijk niet heel veel meer. Pas toen we wegliepen werd daar wat meer op toegelicht. Vervolgens wordt iemand uit de groep gekozen. Dat was wederom ik weer. Voor de tweede keer al. Van de drie dungeons. Die moet op een stoel plaatsnemen. En daar worden de... Dan wordt uiteindelijk verteld dus van, nou, we gaan een aantal ouderwetse martel-attributen erbij pakken. En dan moet uiteindelijk het publiek raden, of tenminste de rest van de personen moet dan vervolgens gaan raden waarvoor het gebruikt wordt. Nou, dat is een attribuut waarmee tongen eruit werden getrokken. Er is een soort vleeshaak waar nog een stukje bij wordt gebruikt en dan moet vervolgens diegene die zit, die moet dan opstaan, omdraaien, handen op de stoel leggen waar die op dat moment op zat. Zodat hij gebukt staat en dan is het ineens van kijk, nu komt er nog een opening tevoorschijn waar de haak gebruikt kan worden. Er wordt nog een knipper gebruikt die alleen bij de heren gebruikt kan worden, om het even zo te noemen. Dat is eigenlijk bij iedere dungeon ook wel een klein beetje hetzelfde. Vervolgens ga je vanuit daar naar de volgende scène toe. Dat is de... ik heb een lijstje voor me, dus ik kan mooi meekijken. De vijfde scène ondertussen eigenlijk al. En dat is de rechtszaal. Nou, dat is eigenlijk ook iedere keer weer een klein beetje hetzelfde. De eerste persoon die moet daar naar voren komen. Voor de rechter dus eigenlijk. Dan moet iedereen boel roepen en dergelijke. Dat gaat dus over een heks die, of tenminste een persoon die wordt verdacht van heksen en tovenarij. Die schijnt dan betrapt te zijn met naakdansen en een toverspreuk te doen. En dan komt er een man tevoorschijn. Een beetje dat verhaal. En vervolgens worden er nog twee of drie personen uitgepikt die wat simpeler variant hebben. Nou, dan word je uiteindelijk als groep zijn eigenlijk een beetje te dood veroordeeld en word je doorgestuurd. In deze werd je dus doorgestuurd naar een labyrinth. En dat is een glazen doolhof eigenlijk.
Uiteindelijk is het bij deze niet een hele grote, dus je bent vrij snel sta je eigenlijk vast. Want er zit, het is allemaal doorlopend. Vervolgens moet je gewoon een beetje ronddwalen daar en moet je uiteindelijk gewoon een klein beetje wachten tot iemand van het personeel dus een deur open doet. En dan kun je pas door naar de volgende scène. Dat is in dit geval de heksenwraakachtige scène. Dat doen ze ook allemaal op verschillende manieren, maar ook dit is een scène die bij heel veel dungeons terugkomt. Daar word je eigenlijk in dit geval rond in een kringetje gezet. Daar wordt dus een verhaal verteld door een actrice meestal over van dat haar moeder dus te dood veroordeeld is, want dat was een heks en die is opgehangen en dat soort spul allemaal. En uiteindelijk wordt het donker, de persoon verdwijnt en er begint wat spul allemaal een beetje tot leven te komen. Dat duurt even, want dat hele verhaal wordt natuurlijk ook in delen verteld. En dan wordt het opeens helemaal donker en dan gaan er dus flitslampen aan en dan blijkt dus de moeder als zijnde heks weer terug te zijn. Die begint wat te dansen en te doen en die verdwijnt weer in het donker zonder dat je het ziet. En de lampen gaan weer aan en de persoon die eigenlijk het verhaal uitlegde, die is spontaan weer terug en er is schijnbaar niks meer aan de hand. En van de dag ga je dus gelijk weer door. Daar kom je bij de Skip Pool Smuggler, zoals het hier heet. Het is eigenlijk een beetje een smokkelscène. Wat wat meer vertelt over hoe het smokkelen ging en dat dat dus een handel was voor de Sozaagsend en andere instanties zoals politie en dergelijke, die zagen het dan als smokkel. Zo wordt een klein beetje verhaal verteld. Dus eigenlijk in deze scène merendeels dat het niet zozeer daarover gaat, maar meer over dat het op een gegeven moment donker wordt in die hele ruimte. Er beginnen wat lampen te werken, dus de bank waar je op zit die begint weg te klappen. Er begint een pinnetje in die rugleuning van die bank, die begint je in de rug te prikken. Dus eigenlijk meer een schrikmoment. Vervolgens werd één persoon uitgekozen. Die moest verder lopen om te kijken of de kust veilig was. Nou, vervolgens was de kust veilig en konden we doorlopen. Daar kom je uiteindelijk ook een klein beetje in een heksenachtige scène uit. Ja, daar weet ik zo even niet meer van wat er nou precies was. Maar dat was eigenlijk volgens mij meer het dat er weer een klein beetje verhaal werd verteld. En die heeft in ieder geval niet heel veel indruk op mij gemaakt. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een verhaal wat wordt verteld. Vanuit daar ga je uiteindelijk door naar de 10e scène alweer. Dat is de Drop Tower. Die hebben ze hier op een andere manier gedaan dan de andere twee dungeons die we hebben gedaan. Want normaal begin je met de dungeon, of begin je eigenlijk al bovenin in de Drop Tower. En klapt uiteindelijk de vloer onder je vandaan en dan ga je naar beneden. Deze hadden ze op een iets andere manier gedaan. Wat ik persoonlijk ook een hele mooie manier vond. Want je werd uiteindelijk omhoog getakeld. Dat is ongeveer een twee ruime verdiepingen. Meer te vergelijken met drie verdiepingen. Wat dan hoogte is. Volgens mij was het iets van 10 meter. Word je omhoog getakeld. En daar hangen ook allemaal stroppen aan het plafond. En er staat een projectie. Doet eigenlijk de uitspraak dat je opgehangen wordt en dergelijke. En vandaag wordt van hekserij. Vervolgens val je dus naar beneden. Er is een fotomoment in en vanuit daar kom je uiteindelijk bij de uitgang uit. Is heel mooi aangekleed met een shop. Daar kun je nog foto's halen die allemaal zijn gemaakt. En ga je uiteindelijk de bar in. Wat ook helemaal aangekleed is in thema. Wat ze ook heel mooi doen. En dat is eigenlijk een klein beetje wat je van de dungeons kunt verwachten. En dit was ook eigenlijk een beetje hoe de dungeon in Blackpool dus eigenlijk was. Dus ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. En voor ons was het ook weer een hele mooie dungeon. Want hier waren de groepen wat kleiner. We waren lekker vroeg. Dus ja, we hadden gewoon ook een gezellige groep. Niemand die zat te geinen of te irriteren of iets dergelijks.
Iedereen ging er toch relatief serieus mee om en die ging gewoon lekker mee in de scènes. Dus ik heb me echt super vermaakt daarbij. Ja, na de tijd zijn we natuurlijk gewoon naar hier gereden, naar ons huisje. Nou ja, daar heb ik wat beelden ook van laten zien. Dus dat was eigenlijk een klein beetje hoe onze dag er voor de rest uit heeft gezien. Ja, en voor de rest gaan we morgen gewoon naar Flamingoland toe. Ja, ik heb nog geen idee wat ik daar eigenlijk van moet bedenken. Ik weet dat er een wat minder comfortabele coaster staat, is mij verteld. En een hele bijzondere coaster, daar ga ik in ieder geval morgen wat meer over vertellen. Daar kan ik voor nu nog niet heel veel over vertellen, want ik ben er nog niet geweest. En voor de rest denk ik dat ik gewoon lekker een eind eraan bij aan deze video. En gaan we gewoon lekker morgen weer verder. Dus ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie bij de volgende video weer terug te kunnen zien. En dat is, zal bij Flamingoland te zijn. Dus tot de volgende hopelijk.